Als kind in Afghanistan, ik had altijd die droom om burgerlijk ingenieur te worden. Maar door omstandigheden moest ik helaas vluchten naar België. En dankzij Ivydia Bey kon ik die opleiding beginnen volgen. En ben ik heel dicht bij mijn droom. Ik ben Farzan Jazeel en ik ben nog niet zo lang bij modelleur. BIM staat voor Building Information Model en kort gezegd tekenen we gebouwen uit in 3D op de computer. Ik ben Julie Huibrichs en ik ben BIM-modelleur. Hier op het bureau zijn er nog collega's die de prehistorische tijd van pen en papier en meetlat nog hebben meegemaakt en op die manier plannen moesten tekenen. Dat is nu een gigantisch verschil. Als je een 3D model opbouwt, dan tegelijkertijd dat je iets tekent, je ziet het in 3D ook en je snapt, je begrijpt. Als je bent met Revit, je kunt een zeer intelligenter model opbouwen. Een BIM-model bevat de geometrische dimensies zoals de hoogte, breedte, diepte, maar bevat daarnaast ook heel veel informatie. En je kan heel gemakkelijk dus een meetstaat opbouwen. Vroeger moest een meetstaat handmatig opgemaakt worden en was de foutenmarge ook groter omdat de link tussen de plannen en de meetstaat er eigenlijk niet was. Nu bouw je een BIM-model op en rolt daar de meetstaat uit. Wat goed is voor partijen die samenwerken, aannemer of bouwheer, wat bouwprocessen heel efficiënter maakt. Je hebt de aanpassingen die dat eigenlijk vlotter gaan. En dan het andere voordeel is dat je modellen kan uitwisselen en er bepaalde conflicten, bijvoorbeeld tussen leidingen en een structurele balk, kan uithalen. Dit werd vroeger vaak pas op de werf ontdekt. Wij dienen niet per se op de werf te komen om ons werk uit te voeren, maar puur uit interesse is het wel fijn om te kunnen zien hoe de werken ook uitgevoerd zijn conform onze plannen. Ik ben trots op mijn job. Ik doe dat heel graag. Absoluut. De BIM-wereld is nog in volle ontwikkeling. En ook al ben ik ongeveer 10 jaar BIM-modelleur, leer ik elke dag nog altijd nieuwe dingen bij. Ik vind het aangenaam dat het projectmatig werk is, waardoor het heel afwisselend is, wat het super interessant maakt en zeker niet saai. De sleur krijgt geen kans met het BIM-model.